Ja, en nou zijn ze allemaal weer aan het gillen in Eindhoven. Ja, hebben we net Rotterdam gehad, dan krijgen we dit weer. Hé jongens, nou is die Van Bommel weer. Die Van Bommel, Rotop kan er niks van. Hé jongens, rustig aan daar, een beetje in Eindhoven. Het lijkt wel alsof je gewoon niet meer mag verliezen in voetbal. Hé, ik bedoel, wat is dit nou toch? Dat hoort er ook bij. Je kan gewoon verliezen. En dan nog, ik bedoel, kijk nou even ook naar de omstandigheden voor die Van Bommel. En dan denk je, ja, jij neemt het op voor Van Bommel. Ja, en ik heb helemaal niet zo'n geweldige relatie met die Van Bommel. Dus waarom sta ik het hier voor hem op te nemen? Maar dat moet ik wel. Want luister nou even goed. Hij krijgt twee rode kaarten. Hebben Utrecht tegen nog een kaart tegen AZ. Van AZ kan je gewoon verliezen. Utrecht uit is altijd moeilijk. En Sparta speelt die gelijkspel. En hij heeft die Malen niet en Bergwijn niet. En noem het allemaal maar op. Hé, hey, dat zijn zijn beste spelers. En dan, nou ja, oké. En dan krijg je dit. En daarbij, hé, hey, in Eindhoven. Wat denken jullie nou eigenlijk? Denken jullie nou werkelijk dat je een kans hebt om kampioen te worden? Doe nou. Nee, kom op nou jongens, daar, in Eindhoven. Nee, natuurlijk niet, nee, geen schijn van kans. Maar dat weet Van Bommel ook wel, en dat weten ze bij PSV ook wel. Ajax is natuurlijk gewoon heel veel beter op dit moment, het is nou één keer zo. Ja, die worden gewoon fluitend kampioen. Dus, wat denken jullie nou? Natuurlijk word je geen kampioen. Dan hoef je toch niet met z'n allen uit te roepen. En die Van Bommel moet weg. Hou op zeg. Hey, Eindhoven. Even rust weer. Op de plaats. En gewoon, er is daar gewoon nog niks aan de hand.